Hey Nami, ik mag vandaag op jou gaan passen, hè? Ja! Nou Rick, extra luiers liggen in de kast. De white noise apparaatje ligt aan de oplader en haar drinken is voorbereid. Oké, ook voor mij? Wat voor jou? Ja, drinken. Gast, kun je echt nergens anders aan denken? En eten. Er staat nog een salade in de koelkast. Nee, echt eten. Dit gaat echt nooit goed komen. Tuurlijk gaat het goed. Ik heb vroeger een pop gehad. Nou, Rick, wij zijn er vandoor als er iets is. Gewoon bellen, hè? Ja. Doei, doei. Tot straks. Ja, komt goed, hè? Ja, we gaan het keigezellig hebben, Nami. Hier, kijk. Oh. We zouden het toch gezellig hebben, Nami? Wacht, ik heb het. Oh. Hoe laat ik al lachen? Wacht, blijf hier. Wist je dat baby's die veel pampers dragen steeds luier worden? Nee, niet de humor van Dylan. Maar het humor dan. Er lopen twee oma's door de woestijn. Oh nee. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Serieus? Teuns humor? Zo, Nami, tijd voor je flesje, hè? Alleen, welk flesje? Weet je wat, ik bel Teun wel, die heeft ook een kind. Dus die zal me vast wel kunnen helpen. Rikkel, hoe is hij? Hey, ja, niet zo goed. Ik moet hem Nami passen. Ik moet haar een flesje geven, maar ik zou niet weten welk flesje. Die van 330 milliliter of die van een halve liter? En hoe oud is ze? Ja, weet ik veel, gewoon een baby. Ja, dan zou ik denk ik voor 330 milliliter gaan. Oké, okay, ja. Rick, wat doe je? Toch die halve liter? Baby's mogen geen bier. Wat, geen bier? Wat drinken ze dan? Radler? Melk, Rick. Melk. Melk? Waar kan ik dat vinden? Geef maar een borstvoeding. Geen idee. Ik heb haar borst hier niet zien liggen. Ah, ja. Ik denk dat dit het is. Oh. Zo, Nami. Hè? Tijd voor een boertje. Ja. Zo, nou die is eruit. Zo. Lekker slapen. Ik begreep van je ouders dat je graag wat geluid hoort voordat je gaat slapen, hè? Wacht, dus ik hoor alleen maar ruis. Waar is de muziek? Nou, volgens mij is hij kapot. Wacht! Ja, Teun, ik ben echt einde raad. Ik heb er net een prachtig muziekstuk opgevoerd van Nami, maar ze wil maar niet slapen. Rick, heb ik jou ooit verteld dat jij het IQ van een frikandel hebt? Ja, daar zitten heel veel hersenen in, toch? Serieus? Hoe hebben ze jou kunnen vragen om op te passen? Oh. Teun, ze slaapt. Je bent echt slaapverwekkend. Doei. Hé, hey, ja, Koetje. Ja, kijk eens wie dit is. Lekker spelen, hè? Ja, lekker spelen. Het is echt saai. Zullen we een ander spel gaan doen? Ja, kom op. Oké, ja, blijf staan. Dan kom ik naar je toe. Ja, oh, ja. Oh. Game over, ja. Misschien ben je toch net iets te jong voor dit spel, hoor. Right player wins. Left player must be a baby or a complete loser. Hoe weet hij dat jij een baby bent? Hé, hey, wacht eens even, ik ben links. Zou het niet leuk zijn als ik jou voordat papa en mama thuis zijn, jou je eerste woordje heb geleerd? Ja, zeg maar papa. Papa. Nee, papa. 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 Papa, fuck, waarom zegt dat kind niks? Fuck. Fuck. Oh nee. Papa. Fuck. Zeg papa. Fuck. Papa. Papa. Fuck. Papa. Ah, fuck. Oh, zo vermoeiend zo'n baby. Ik snap wel waarom Mare dat is, zo chagrijnig is. Was jij dat, Nami?
Zo'n geluid voor zo'n klein meisje? En dan heb je nog niet eens bier gehad. Oh, wow. Ik begin een beetje op Ome Teun te lijken. Wat zei je over mij? Oh, hè? Hoe lang staat hij al aan? Ja, sorry, ik moet ondertussen wel naar de wc. Vind je het heel erg als ik je even meeneem naar de wc? Oh, wacht eens even. Jij was het al die tijd. Sorry, Nami. Ja. Heb jij nou eten besteld? Wilde je geen salade? Dit is ook een salade, maar dan met friet, vlees en knoflooksaus. Trouwens, eet smakelijk, hè? Niet van je kapsalon. Hey, sst, hey, ga weg. Gaat alles goed daar? Ja, zeker. Nami doet het voortreffelijk. Heeft ze al een volle luier gehad? Volle luier, bedoel je? Nou, heeft ze al gepoept of geplast? Weet ik veel, hoe moet ik dat weten? Als het goed is, zie je dat tijdens het luier verschonen. Ja, 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 ze heeft alleen geplast. Maar goed dat je geen jongetje bent, hè? Anders had je zo in mijn gezicht geplast. Nami, ik had net zo'n honger. Hallo? Ja, ik wil graag een kapsalon bestellen. En doet er trouwens ook maar eentje extra. Ja, die heb ik inderdaad net van jullie ontvangen. Maar die heeft mijn oppaskindje net ondergeplast. En gepoept. Zo, ik leg jou even neer. Ah. Nou, wat ziet dit er vredig uit? Is alles goed gegaan? Oh ja hoor, helemaal prima. Is er niks geks dat we moeten weten of zo? Nee, nee. Was allemaal heel gemakkelijk. Ze ligt zelfs vredig te slapen. Nou, Rick, jij mag vaker oppassen. Oh, ja, heel leuk. Hé, hey, wat hadden we afgesproken? 3 frikandellen per uur, hè? Je hebt 2,5 uur opgepast, dus dat is dan 7 en een halve frikandel. Oh, wauw, bedankt. Kijk, ze wordt een beetje wakker. Wil jij Rick even bedanken voor vanavond? Zeg maar dankjewel, oom Rick. Wat zei je nou? F**k! Ah, mijn opvoeding! Zo, Nami. Dit is echt saai, zo een ander spel. Goedje, 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 goedje. Dit is echt saai, zo. Dit is echt saai, zo. Sorry, man. Oké, doe het nog een keer, doe het nog een keer.